Ik denk dat er al een heleboel foto's in omloop zijn. Zelfs oude ansichtkaarten waar dit gebouw heel prominent op staat. Dus ja, precies. We gaan het even missen. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Ik heet u al een hartelijk welkom bij dit officiële sloopmoment. Ik weet ook nu een betere term. Mijn naam is Vicky van Kuik en ik mag vandaag de gastvrouw zijn. Dat komt erop neer dat aan mij de taak is toevertrouwd om Miranda de Vries, die eigenlijk geen introductie behoeft, maar hem wel gaat krijgen. Zij is namelijk raad van bestuur van Zorggroep Eldemaasduinen, aan te kondigen, want zij wil een aantal woorden tot ons richten. Iedereen van harte welkom. Superleuk dat jullie er zijn om vandaag met ons de sloop van een gebouw te vieren. De sloop van een gebouw, wat voor sommigen van ons heel belangrijk is geweest. Ik heb zelfs gehoord dat wij collega's hebben rondlopen die hier zijn geboren. Dat is toch ook wat? Mensen die hier, wat zei jij net, de amandelen geprikt hebben ooit. er is hier veel gebeurd. Maar soms is een gebouw eraan toe om gesloopt te worden en plaats te maken voor iets anders moois. En dat is een beetje waarvoor we hier staan. Toen ik me aan het voorbereiden was voor dit sloopverhaal, dacht ik van dan moet ik toch ook eventjes in de geschiedenis van de Litvinia duiken. Van wanneer is dat gebouw nu neergezet? Want het kwam mij heel erg vertrouwd over toen ik hier in Bokstel kwam. Nou, dat komt omdat ik van begin 60 ben. De jaren 60, 70 dit soort bouw neergezet werd. Dus ook Oost in Bokstel, maar ook deze. En dat voelt op een of andere manier heel vertrouwd. Dus ik vond het eigenlijk ook best wel heel jammer toen ik hoorde van dat gaat naar beneden. Aan de andere kant, je moet natuurlijk ook rekening houden met de toekomst. En dit is natuurlijk een gebouw wat gebouwd is met een boel asbest erin. Met allerlei zaken die we tegenwoordig niet meer willen. Dus het is ook een heel logische stap op naar een nieuwe toekomst. Met betere woningbouw voor mensen die ander soort ruimte nodig hebben dan dit gebouw biedt. Inderdaad een heugelijk feit dat we de kogel er doorheen jagen. Of in dit geval een soort op chirurgische manier stukjes uit de muur gaan happen. Maar uiteindelijk heb ik er goed vertrouwen in dat het gebouw binnen heel kort afzienbare tijd totaal verdwenen is en dat het afgemaakt kan worden en dat u er. Wanneer moet het klaar zijn? 2016. Ah, dat is over 2 jaar al. Anderhalf. Dus dat gaat best snel, dus volhouden. De sloop van het gebouw, wat hier toch een begrip is in Bokstel. Ja, dat is wat, hè. Dat doet natuurlijk altijd ook een beetje pijn. Maar ik sta hier toch met een glimlach, omdat we ook vooruitkijken. En we konden zonder de sloop niet doorschuiven naar de nieuwbouw. En de gevels waren niet meer zo goed. En het gebouw was niet meer helemaal passend bij de zorgvraag van vandaag. Dus we hebben besloten het gebouw te slopen. En het vizier staat natuurlijk op de nieuwbouw. Dat kan ik me voorstellen. Voor mijn beleving, er komen 2 units voor elke 30 personen? Ja, dat is zo'n beetje wat we nu denken dat er gaat komen. We zijn nog in gesprek met de gemeente en het moet nog allemaal een beetje met elkaar afgesproken. Maar waarschijnlijk 2 gebouwen en we noemen het hofgebouw, een beetje vriendelijk ogend. Wat lager dan dit hoge gebouw en wat meer gericht op buiten en de natuur. Ja, volgens ons gaat het heel mooi staan en gaat het passen bij de specifieke zorggroepen die we daarin willen. Nou, we staan hier voor het gebouw wat gesloopt gaat worden en jullie zijn de slopers. Ja, klopt. Wij hebben deze opdracht aan mogen nemen en aan onze taak en de uitdaging om het hier netjes en zorgvuldig te gaan slopen. Oké, is het een complex gebouw? Ja, het is niet een heel groot gebouw, maar wel een complex gebouw om te slopen. Vooral met de aangrenzende gebouwen die er aan vastzitten. Dan moeten we bovendoor slopen, dus daar hebben we best wel wat voorzieningen moeten treffen om het allemaal veilig en correct naar beneden te halen. Oké. Hoe lang gaat sloop duren? Vanaf nu, een weekje of 10, dan zijn we wel helemaal weg ergens. Dat is mooi. Ja, zeker.
zijn er nog... Ja, ze hadden het over asbest. Zit er veel asbest in? Ja, asbest heeft er best wel wat in gezeten. Dus eigenlijk allemaal al zo goed als gesaneerd vooraf aan de sloop. Normaal gesproken staat u bij een gebouw wat geopend wordt, maar dit is even wat anders. Ja, maar dit is de voorloper van iets openen. Dus dat is dan toch ook wel heel mooi. En daarnaast is het natuurlijk een icoon uit Bokstel wat weggaat. Dus wel een gedenkwaardig moment. Ja, inderdaad. Het zal ook wel bij de oude foto's terechtkomen. Absoluut. Ik denk dat er al een heleboel foto's in omloop zijn. En zelfs oude ansichtkaarten waar dit gebouw heel prominent op staat. Dus ja, precies. We gaan het even missen. Ja, nou wij ook. Dankjewel. Graag gedaan.